22 november werd alweer voor de 11e keer het Groot Castricumsdicté georganiseerd. Een echte taalstrijd voor de liefhebbers. Ik ga het zo doen. Ik ga de zin voorlezen. Vervolgens een stukjes voorlezen. Als het te snel gaat of als het te langzaam gaat, dan hou ik ervan als u dat even aangeeft. Is het Groot Castricumsdicté 2017? De eerste zin. Het jaar 2057 was een memorabel jaar voor de gemeente Castricum, omdat er vanwege het 50-jarig bestaan van de humanoïde... Marjan, jij bent een van de organisatoren. Wat is jouw rol in dit geheel? Ik ben consulent cultuur van Bibliotheek Kennemerwaard. En uit die hoedanigheid organiseer ik diverse activiteiten op sociaal-cultureel terrein. En daar valt het Groot Castricumsdicté ook onder. Een bijzonder thema hangt er dit jaar aan. Robotica, ja, dat heb ik niet verzonnen. Dat is het thema van Nederland Leest. En dat wordt landelijk bepaald. Wat houdt dat precies in? De nieuwe tijd. Robots, we kunnen er niet meer omheen. En daar is deze maand heel veel aandacht voor. En ook in de bibliotheken met name. Voor wie is dit dicté bedoeld? Voor iedereen, jong en oud. We stellen het voor iedereen open. En ja, er komen dus van diverse leeftijden deelnemers nu. Ik begreep dat er ook uiteindelijk wel een prijsje te winnen is vanavond. De derde prijs is een cadeaubon. De tweede prijs is een boekje met venijnige dictéwoorden. En de eerste prijs is een groot abonnement op Bibliotheek Kennemerwaard. De eerste helft zit erop. Assimileren, xenofobisch, autocue. Ik vind het pittig. Hoe ging het? Nou, ik ben over de eerste helft niet ontevreden eigenlijk. Ik heb het idee dat het venijnse minder staart zit. Ik huiver een beetje voor het tweede deel. Hoe vond u het gaan? Ik denk dat ik wel redelijk afgebracht heb. Ik weet het niet zeker natuurlijk, maar straks hoor je dat ik heel veel fouten gemaakt heb. Maar... Dus vol vertrouwen de tweede helft? Dat ga ik zeker doen. Ik wist nooit dat papa zo kinderen waren. Die speelden en huilden zoals ik heb gedaan. Die bang voor het onweer bij hun vader schuil. Tal van artificiële activiteiten. Ik werd georganiseerd. Het zit erop. Hoe is het gegaan? Ja, ik hoop dat het goed is gegaan, maar de uitslag moet nog komen natuurlijk. Maar ik heb op zich wel een goed gevoel over. Wat vond je bijzonder in dit idee? Ik had verwacht dat het heel veel Engelse woorden zouden zijn. Maar het waren toch vrij veel Nederlandse woorden. Dus de invalshoek van het thema was wel grappig, vond ik. Woordkunstenaar, ik las ook woordkunstelaar, zanger, entertainer, maar ook de schrijver van dit dicté. Ja. Ga er maar aan staan. Robotica. Een onderwerp waar ik helemaal niets van af weet. Hoe schrijf je een dicté? Dan ga je eigen verdiepen in dat onderwerp. Dan moet een dicté beantwoorden aan een aantal dingen. Je wil er een aantal moeilijke woorden in hebben, maar het moet ook wel begrijpelijke taal zijn. Dus het moet niet overdun worden. De kunst is om juist met zo'n begrijpelijk mogelijke taal zoveel mogelijk venijnigheden erin te verwerken. Degene die gewonnen heeft, die heeft 14 fouten gemaakt. Maar heel goed. En dat is Paul Rol. Gefeliciteerd, Paul. Bij de reguliere deelnemers is Co Rol vanavond de winnaar. Maar daarnaast heb ik ook een nieuw woord geleerd vanavond. De dictétijger. U bent winnaar van het Groot Nederlandse dicté geweest in 2010. Maar vanavond wederom nul fout. Een prestatie. Als je ziet dat de winnaar 14 fouten had, dan zaten er kennelijk toch wat moeilijke woorden in. Maar het waren voor dictétijgers bijna allemaal heel bekende woorden. Dus, Hoeveel dictés maakt u nou gemiddeld per jaar? Gemiddeld zit je wel op elke maand één.